Hartelijk welkom allemaal bij alweer een nieuwe matchday. Vorige week waren we bij Fortuna en deze week zijn we in Helmond. Ik zit hier nu met Marty, hij is stadionspeaker van Helmond Sport. Hoe lang ben je dat al? Even kijken, dit is mijn derde seizoen gevast en daarvoor heb ik nog twee of drie seizoenen als invaller gefunctioneerd. Voor meer informatie over Green Specialties Holland kunt u terecht op www.greenspecialties.nl. Wat houdt het in om stadionspeaker te zijn? Wat is jouw takenpakket van de avond? Tijdens de wedstrijden. Ik ben zowel bij het eerste elftal speaker als bij de belofte. Maar daarnaast is het een pakket wel nog veel uitgebreider. Dus, ik doe ook de open dag presentatie van de spelers. En als er dingen zijn voor de sponsors, voor de sportsclub, presentaties, voetbalquiz heb ik gepresenteerd. Nou, al dat soort dingen die komen erbij. Dus het is niet alleen stadion speaker. En tijdens de wedstrijd dan heb je in ieder geval de informatie die vanuit de club verstrekt wordt naar alle toeschouwers. De opstellingen bekendmaken en gedurende de wedstrijd alles wat zich voordoet, wissels. Maar ook als er zich calamiteiten voordoen, dan is dan de speaker om vanuit de veiligheidscoördinatie om daar in ieder geval om te roepen. Nummer 6, Steven Edwards. Spelen met nummer 7, Giovanni Hibot. Vanavond, dat zul je straks ook zien, hebben we bezoek van de stadsprins die de aftrap gaat verrichten, die ook onze supporters nog gaat toe, of in ieder geval daar naartoe gaat. Dus er zijn allemaal extraatjes. Onze oud-voorzitter is onlangs overleden. Daar besteed ik nog even aandacht aan. Dus ja, elke wedstrijd is wel weer anders. Er zitten altijd wel wat items tussen die je van tevoren niet kunt bedenken die gebeuren. Ja. Ik zou zeggen, laten we snel gaan kijken naar de aftrap van de Prins Carnaval van Helmond. Ja, komt ie maar. Even een kleine tussenstand. Marty, hoeveel staat het? We staan jammer genoeg met 0-1 achter, dus dat is niet je best. En de 45e speelbeurt door het FC Corona van de andere koers met doelpunt gemaakt worden met de nummer 10, Kevin Vissel. Is die best, Wim? Maar je bent gewoon een Helmond fan? Ja, sowieso. Ik denk hier in de regio het grootste deel. Dat iedereen wel een beetje fan is van Helmond Sport. 70ste speelminuut, de 1-3 voor Helmond Sport doelpuntenmaker. Onze nummer 12, Jordi Thomassen. Oké. Ondertussen ben ik even naar boven gevlucht. Hier is het een stukje warmer. Ik zit hier met Jos. Jos, wat is precies jouw taak? Mijn taak is het scorebord bijhouden, het ledscreen, de reclame starten, de goals invullen. Helaas is het op dit moment iets minder. Het is, gele kaarten. Het is niet echt best vandaag. Nee, we hebben een off day, zullen we maar zeggen. Marty? Ja? Was het echt buitenspel? Wat zei je? Was het echt buitenspel? Ja, vraag of is dat een opmerking voor jou dat het helemaal buiten buitenspel was? Ja, beide. Oké. Sluiten. De extra speeltijd bedraagt minimaal 3 minuten. Dames en heren, jongens en meisjes. Volgende week, vrijdag, staat er weer de volgende thuiswedstrijd van onze Helmond Sport op het programma. Tegenstander is dan Almere City FC. Bestel nu alvast je tickets vanuit huis via www.helmondsport.nl/tickets. We wensen iedereen nog een